Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups en Down. Ik heb daar twee kids liggen die de fles drinken. Liam heeft hem al op. En vandaag is het Wereld Down Syndroomdag. En wat gebeurt er hier dan? Twee verschillende sokken aan. Iedereen telt mee. Of je nou anders bent. Groen, geel, blauw. Maakt niet uit. Je telt gewoon mee. Vandaar die twee verschillende sokken. Dus dan ga ik daar de kindjes aandoen en dan Jordi naar school brengen. Want die gaat vandaag gewoon naar school. Hij is hartstikke vrolijk. Het gaat allemaal goed. Dus ja, het kan gewoon. Papa heeft natuurlijk ook andere sokken aan. Maar die kan ik nog niet filmen. Maar ik kan mezelf en de kinderen wel even laten zien. Jordi heeft verschillende kleuren sokken aan. Zo. Liam heeft dat. Rood en geel. Sammy heeft grijs en blauw. Ja, Sam. En mama, die heeft een ander motiefje. Dus ook wij zijn van de partij. Ik heb de kinderen fruitje gegeven. Ben met ze naar de winkel gegaan. En nou zijn ze lekker krentenbolletjes aan het snoepen. Sam die ligt daar zijn krentenbolletje te eten. En dat krentenbolletje lekker flesje. En... Hij was al ondertussen in slaap gevallen, maar Liam heeft hem weer wakker gemaakt. Ik ben weer thuis. We hebben Jordi opgehaald. En dan ga ik even ijsklontjes voor mezelf pakken. Zelf ook even drinken pakken. Kindje even wat chipjes geven. Uploaden, aan het eten beginnen. En dat was dan bijna alweer de dag. Oké. Ik heb hele lieve volgers en vandaag heeft dat zich maar weer bewezen. Een vriendin van mij, ik ga wel eens live op TikTok en een vriendin van mij die heeft een meervoudig beperkt kindje en ik ga verder ook helemaal geen namen noemen, want dat is helemaal niet relevant. Nou, dat kindje dat heeft... Ja, gewoon, het is echt meervoudig gehandicapt. En dan heb je een rolstoelbus. Maar die rolstoelbus is gewoon niet meer veilig. Die start niet meer goed. En nou, als die ergens nog door de keuring heen zou moeten, dan zou die sowieso afgekeurd worden. En het kost duizenden euro's om hem te laten maken. Is het niet waard. Maar het kind moet wel vervoerd kunnen worden veilig. En of het nou wel of niet doorgaat, I don't give. Ik vind het super lief. Dat je meedenkt en dat je de moeite neemt om mee te denken. Dat wil ik even gezegd hebben. Ik wist dat ik heel lieve volgers had en heb. Maar dit heeft me wel eventjes geraakt. Voor jou. Kindjes liggen op bed. Niels wil gaan sporten, dus wat gaan we doen? Opruimen. Yay, we zijn al op de goede weg. Niels is daar bezig en ik ben in de keuken bezig. Het nadeel hebben van een kind die dus botox in zijn anus heeft gespoten, is dat ik... Het is nu 8:55. Ik heb alles nu eindelijk klaar. Hij zat al... Ik wilde zijn jas aan gaan doen en ik had al 3 luiers verschoond. Nou, die 4e heb ik ook nog kunnen doen. Van Jordi dan, hè, met poep. Ik kan hem namelijk niet laten zitten. Dus vandaar. Ik ga zo gauw de auto inzetten en dan ga naar school. Zo, hier zie je ze. Liam is weer aan het vervelen. Dus ja, we gaan maar gauw, hè. Zo, Jordi is op school. Zo. En ik ga nou met deze twee varkentjes... Oh, ik heb echt spraakgebrek. Deze twee varkentjes naar huis en naar de winkel. Oh, en ik zie er zo geweldig goed uit vandaag. Maar goed, dat ga ik doen. En dan naar huis, fruitje, bla bla bla. Het duurde allemaal iets langer. Ze is een hele cool sessie met Jordi begonnen. Dus Jordi zit goed. Is het komkommetje lekker? Liam. Is het komkommetje lekker? Ja, is lekker, hè? We zijn terug van de winkel. We hebben boodschapjes gedaan. En eventjes lekker rondgelopen. Ze hebben koekjes gekregen. Dus het heeft nu niet echt veel nut om een echte hele fruitschaal te gaan zitten maken. Dus ik heb ze kleine komkommetjes gegeven. En dat vindt hij ook lekker. Dus dat is goed. Sam is het aan het ontdekken. Die zijn we met de repli-methode bezig. Zoals ik al eerder zei, daar zijn gewoon eigenlijk stukken eten, geven. Maar dat hij op let kouwen. Dat is eigenlijk wat je doet. Dus hij is daar aan het onderzoeken. Jij bent wel lekker aan het knabbelen, hij knabbelkomt. En dan ja, is het eigenlijk een kwestie van je kindje op een gegeven moment brood geven en drinken en lekker naar bed. De kinderen liggen op bed. Jordi heeft het goed op schooltje. Ik heb foto's voorbij zien komen. Ik heb ontzettende last van hooikoorts, want iedere keer als hij naar buiten loopt, dan is het hatsjoe. En niet één keer, niet twee keer, nee, ik denk al 6, 7 keer af en toe. Dus, maar goed, ja. Kinderen liggen op bed, ik ga even eten maken, een beetje opruimen. De dingen zoals ik altijd al doe. Kindjes wakker maken. Sammy. Wil jij wakker worden, scheetje? Sammy. Sammy. Wil jij wakker worden, vent? Koekoek. Hallo. Hallo. Hi, ben jij wakker? Hi, scheetje. Dag, hallo. Hi. Ja. Hallo. Je pietertje. Doe maar even wakker worden. En dan nu de echte chagrijn van het gezin. Lili, wil je wakker worden? Wil je wakker worden? Moet hij je broer ophalen? Hé, hey, grote bink. Kiele, 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 kiele. Kiele, 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 kiele. Je bent nou niet zo chagrijnig, je bent vrolijk. Ik had je chagrijniger verwacht. Koekoek, 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 koekoek. Wil je even wakker worden? Kom mama jou zo pakken. Ja, wil je even wakker worden? Lekkere mop van me. Lekkere mop van me. Doe maar even wakker worden. Een kind niet zo chagrijnig. Maar dan gaan we nu eerst Sam eruit halen. Klaarmaken. En dan Liam klaarmaken. En dan Jordi ophalen. Wij hebben Jordi opgehaald. En nu zitten ze lekker, of liggen ze lekker, te drinken. Liam wil ook nog even baby zijn. Hé jongen? Lekker hè, met je broertje liggen. Ja. En ja. Ik ga zo eten maken. En dat soort dingen allemaal zorgen dat ze iets lekkers hebben. En bla 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 bla. Dat. Ik ben moe. Maar, hè? We doen het er maar mee. Ik zit heel even op de bank met Liam. En Liam zat zijn voeten allemaal zo te doen, dus ik doe dat. Wat doet hij nou zelf? Zijn voet in zijn mond. Ja, die deed je in je mond, hè? Ja, in je mond. Hij heeft er nu geen ongeluk in zitten, dus dat scheelt. Ik ga eventjes buiten een paar drolletjes opruimen van Joef. En dan ga ik kijken of dat hij buiten gaat spelen met de deur open. Ik moet ook nog even iets verzinnen. Dat ik de boel eventjes dicht maak voor Sam. Zodat Sam niet continu naar buiten is. Want ik heb anders geen oog erop. Dus ik ga dat proberen. Als het me gelukt is, laat ik nog even het resultaat zien. Ik heb er nu dit van gebrouwen. Dus even afwachten hoe dat dit gaat lopen. En Liam is lekker aan het spelen. Kijk uit. Ga maar lekker spelen. Je kan toch goed spelen? Je bent me de hele tijd aan het roepen. Dat hoeft niet. maar lekker spelen. Zo loopt hij dus al 10 minuten rond, omdat hij echt zoiets heeft van mama, wat overkomt mij nou, mag ik buiten spelen. Lekker je laten doen, lekker laten wennen. Net zat hij ook al in de trampoline. Het heeft even geduurd, maar ik wist het. Hij is uitgebroken. Nou, we kijken wel hoe dat het loopt. Ondertussen ben ik kip tandoori en dan maken à la moi. Sam is ook op. Boerenpad. Lukt het? Goed zitten, hè? Ja, goed zo. Ben je zo blij? Daar gaat hij weer, meneer Glijbaan. Goed zitten, Liam. Zitten. Yay, boom. Maar goed dat je nog een luier aan hebt, hè, vriend? Nee, niet daar gaan zitten spelen. Nee. Nou, dat was me het avondje wel. Avondje, begin van de avond. Laten we het daarop houden. Jullie zagen de kindjes buiten spelen. Niels die kwam thuis met de fiets. Die heeft de kindjes naar binnen gehaald. En ik heb gezorgd dat de kindjes eten hadden. Niels moest nog heel eventjes weg. Want die kwam dus thuis om de auto te komen halen. Omdat ik die normaal altijd heb. Dus Niels die is eventjes naar zijn afspraak toe gegaan. Ondertussen heb ik het kindje eten gegeven. Heb ik de kindjes daarna 1 voor 1 gedoucht. Ik heb eerst Sam gedoucht. Die heb ik even in zijn bedje gezet. Liam gehaald, gedoucht. En die heb ik beneden voor de televisie neergezet. Jordi gehaald, gedoucht. Die had nog even een poepaanval in de douche. Die heb ik ook helemaal schoon gekregen. Toen ik met Jordi klaar was en hem naar beneden bracht, kwam Niels thuis. Die heeft Sam boven uit zijn bedje gehaald. Toen hebben we samen even gegeten. En toen samen eventjes het kindje naar bed gebracht. En hij is nu eventjes naar een vriend toe. En ik ga hier opruimen. Niels had het eventjes nodig om daar even uit te zijn. Ik ben een huismus en hij is een persoon die doort op wil. Dus ja, prima toch. Ik ga eventjes hier nog opruimen. En spulletjes klaarzetten voor morgen. En ja, dat dus. Oeh, en ik weet zeker dat ik ga vergeten deze vlog af te sluiten. Dus vandaar, ik dacht, ik ga eventjes gauw editen. En dan ga ik de vlog afsluiten. Want veel gaan jullie niet meer zien. Afgezien dat ik in mijn pyjama rondloop. En ja. Dus dat bij deze bedankt voor het kijken en tot de volgende.